meer titels bij elkaar hebben verdiend, dan kan ik u aanraden dat absoluut niet te doen. Want dit zijn de twee grote namen van de laatste 20 jaar, mag je wel zeggen. Dieter Hetman, de dame die nu de darts uit het bord haalt. Zij is de nummer 1 van de wereld op dit moment. En ze speelt dus tegen deze Trina Gulliver, negenvoudig wereldkampioene. En inmiddels iets afgezakt op de wereldranglijst naar plek nummer 5. Maar hier dus wel gewoon in de finale. Een finale die gespeeld wordt over de best of 3 sets. 2 sets moet je dus winnen om jezelf tot kampioen te kronen. En iedere set heeft dan weer best of 5 legs. Dus 3 legs nodig om een set te pakken. De dames lijken de goede zin te hebben. Thank you, ladies. Kennen elkaar natuurlijk door en door ook. Hull Open Ladies Final, best of 3 sets, the very best of order. It's the first set, first leg, it's Dieter to throw first. Game on. Dieter Hetman gaat de finale beginnen. Ik zei het al, de nummer 1 van de wereld, hier dus ook als eerste geplaatst. 63. Zij won onder andere van Anka Zijlstra bij de laatste 16 met 4-2. Van Lumi Silvan in de kwartfinale. 4-3 werden daar, dat zat dicht bij elkaar. En in de halve finale won ze met 5-0 van haar landgenote Rachel Brooks. En daarom zij dus hier in de finale, Dieter Hetman. En haar tegenstandster Trina Gulliver. Gulliver die won van Paula Jacklin in bij de laatste 16. Danielle Ipelaar in de kwartfinale, dat was 4-0. Net zoals bij de laatste 16. En in de halve finale werd Anneke Kuiten verslagen met 5-2. En die uitslagen doen vermoeden dat Gulliver in redelijke vorm is. 55. En dus verwachten we hier een spannende finale tussen twee van de beste dames ter wereld. We zitten nog een beetje in de aftastfase van deze partij. De dames hebben tot nu toe de partijen op de vloer gespeeld. 41. Nu dus op het grote podium. En ja, alhoewel deze twee dames natuurlijk echt wel gewend zijn aan het grote podium, is het toch allemaal weer net even anders dan de rest van de dag. Het toernooi wordt in de singles in ieder geval gewoon op één dag helemaal uitgespeeld. Vanmorgen om 10:00 begonnen de eerste wedstrijden. En nu dus aangekomen in de finale. Voorlopig wil het nog niet lopen bij de dames. Weinig trippels. Maar Hetman lijkt als eerste 100. Een goede richting gevonden te hebben. En ook het publiek voelt dat aan. Hetman kan als eerste richting een finish. Dieter, you require 151 voor Dieter Hetman. Zij is als eerste op een finish. En ze heeft wel de tijd, want Gulliver is nog niet echt in de buurt. Een beetje aarzelend begin voorlopig aan deze damesfinale. Maar goed, de dames hebben nog even de tijd.
41. DT, you require 67. 67 voor Hetman, triple 17. Niet gegooid. Gaat graag naar Tops toe. En met een enkele 10 is Tops overgebleven. 27. Die gaat er net boven. Maar ja, nog altijd Gulliver op een flinke achterstand. 55. Ze komt ook niet echt met reuzenstappen dichterbij. 15. In ieder geval gaat de eerste leg naar Dieter Hetman. Second leg, Trina to throw first. Game on. Gulliver die regelmatig met die eerste pijl er echt te laag in zit. Natuurlijk een fantastische carrière gehad. En nog steeds, Trina Gulliver doet nog altijd mee om de hoofdprijzen. 9 keer won ze het wereldkampioenschap bij de dames, Lakeside. Maar ook alle andere grote titels heeft ze natuurlijk op haar palmarès staan. 5 maal de Winmar World Masters, de Zuiderduin Masters, de World Darts Trophy. Ze won ze allemaal minimaal 1 keer. En ook de Dutch Open al 5 keer op haar naam staan. Kortom, Gulliver is een dame die alles in haar carrière al heeft gewonnen. Deze dame is de laatste paar jaar de nummer 1 van de wereld. Dat was ze een jaar of 20 geleden ook al. Is er even tussenuit geweest. Maar de enige titel die bij haar nog echt ontbreekt bij Dieter Hetman is die Lakeside titel. Die heeft ze nog niet kunnen pakken. Was er het afgelopen jaar ongelooflijk dichtbij. Stond in de finale tegen Lisa Ashton. Van 2-0 in sets voor en 2-1 in legs voor. Had nog 1 leg nodig. Maar zag de titel door de vingers glippen. En staat nu dus nog altijd zonder WK-titel. En dan moet je toch weer een heel jaar wachten. Een heel jaar al die vloertoernooien spelen. En proberen je weer te plaatsen voor Lakeside. Nou, dat zal voor Hetman geen probleem zijn. Als verliezend finaliste is ze daar sowieso bij. Maar dan moet je ook weer opladen om die week goed te spelen. En ook bij de dames, zoals dat bij de heren ook geldt, komt er ook natuurlijk steeds meer nieuw talent aan. En die willen ook allemaal die titels hebben. In Engeland, zo'n Fallon Sherrock, Casey Gallagher, jonge meiden die ja, de gevestigde namen van de troon willen stoten. Hetman heeft het initiatief langzaam maar zeker overgenomen van Gulliver in deze leg. Nog altijd zijn we niet heel erg verwend met de hoge scores. Door beide dames. De trippels blijven schaars. De gemiddelden, de halve, zijn nog niet al te best. Maar er is in ieder geval voldoende ruimte voor verbetering. 60. Trina, you require 161. 161 voor Trina Gulliver. 2 trippels voor nodig. We beginnen met triple 20. Niet gegooid. Dat betekent dat Hetman terugkomt voor 82. Hetman de ene keer bullseye, de andere keer triple 14. Ze wil nog wel eens van gedachten wisselen halverwege. Eens kijken waar ze deze keer naartoe gaat. Ze kiest de 18. Trina, you require 70. 70 voor Gulliver. 20 en tops.
om er 1-1 van te maken. Met Hetman op 80. 30. Hetman, triple 20 en dubbel 10. Om deze set in ieder geval haar richting op te laten gaan. Dubbel 10 voor Hetman. Oeh, net aan de binnenkant, dubbel 5. 70. En ook die zit er net naast, maar wel ernaast. En dus komt Gulliver toch terug voor tops. En deze keer gooit ze hem erin. En zo maakt Gulliver er weer 1-1 van. Game on. Nou, de dames hebben de eerste twee legs in ieder geval achter de rug. Allebei hun eigen leg gehouden. Dat ging niet heel gemakkelijk, maar uiteindelijk lukte het wel. Zo is de finale voorlopig in balans. 100. Dan zullen we ongetwijfeld zien dat naarmate de wedstrijd vordert, de dames er beter in komen. Finale van de eerste editie van het Hall Open. 123. Dat is eigenlijk een beetje de opvolger van het Mariflex Open dat een aantal jaren gelopen heeft. Nu dus verplaatst naar Limburg, naar Venray. Een prachtige locatie werkelijk hier gevonden. 59. Dit is een van de zalen, de discotheek, waar we deze finale spelen. Maar er zijn nog een aantal andere zalen. En ook nog een hele grote speelzaal waar de borden stonden 26. Om alle heren en dames de gelegenheid te geven te spelen. En eigenlijk waren alle spelers enthousiast over deze locatie. Alles goed geregeld. En zo wordt het natuurlijk ook. Volte. Gulliver. Volte. Laat geen finish over, omdat ze die laatste pijl nog in de 5 gooit. Hetman gaat dat wel doen, kijk. Een paar triples gevonden in ieder geval. 140. En zo in ieder geval de eerste 140 van deze wedstrijd ook genoteerd. Require 76. 76 voor Hetman. Triple 20 en dubbel 8. Oeh, die zit naast de 20. Ja, dat wilden ze liever niet. Nu moet het via triple 13. Die gooit ze ook niet. Dus kan ze alleen maar tops overlaten. Dat lukt 36. Wel. Dan krijgt Gulliver de kans om Hetman te breken. 85. Vanaf 85. Triple 15 en tops. Tops it is. Trina Gulliver. Maar die laatste trekt ze dan wel weer heel ver weg. En dat is eigenlijk niet voor Gulliver om dat zo te doen.
Hetman in de herkansing. Die moet naar dubbel 10. Nee, en die gooit de dubbels hier ook niet. Dan mag Gulliver weer terugkomen. Zo geven de dames elkaar veel kansen in deze partij tot nu toe. Dubbel 16 voor Gulliver. Naar dubbel 8 toe. En het aantal streepjes wordt inmiddels flink groot. Streepjes van de gemiste dubbels. Hetman naar dubbel 5. Moet uitwijken. 1 en dubbel 2. Dubbel 2 voor Dita Hetman. Maar het gaat niet vanzelf hoor. Bij beide speelsters niet. En dus Gulliver weer naar dubbel 8. En eindelijk is het Trina Gulliver die de derde leg weet te pakken. Gentlemen, can you give the ladies the very best of respect while they're throwing? Thank you. Fourth leg, it's Trina to throw first. Game on. Twee in de voorsprong in de eerste set voor Trina Gulliver. 81. Also, haar eigen leg houdt nu, dan is de eerste set van haar. En voorlopig kan geen van beide dames echt stempel op de partij drukken. Materiaalpech bij Gulliver, die de flight er weer op krijgt. En als alles weer in elkaar zit, dan gaat zij weer verder aan de vierde leg. En dat doet ze prima. Met deze 121 pakt ze voorlopig even de voorsprong op Hetman. Maar Hetman komt ook meteen weer terug. Kijk eens aan. Ja, de dames beginnen warm te lopen in deze partij. En zo zien we het graag. Als je twee van de beste dames aller tijden op het podium hebt staan, dan wil je ook wat vuurwerk zien natuurlijk. En Hetman is in principe Gulliver voorbij. Dan moet ze met deze drie darts wel eigenlijk nog een trippeltje erbij gooien. 41. En dat doet ze dan weer niet. Het blijft kortom lastig voor beide dames om het heft in handen te nemen. Ook Gulliver heeft daar toch moeite mee. Zij die 41. Dat met name in het verleden altijd zo goed kon. Zij heeft de dartswereld bij de dames geregeerd. Tijden. Won de WK-titel. Ik zei het al 9 keer tussen 2001 en 2010. 159. Maar inmiddels, terwijl Hetman ook nog even 159 gooit om dubbel 16 over te laten, is Gulliver de absolute koppositie wel een beetje kwijtgeraakt. Hetman, na 12 darts op dubbel 16. Goeie leg. Kan ze hem ook bekronen door die dubbel er in één keer in te gooien. Dubbel 8, dus nog een dubbel 8. Ja, prima gedaan. Dita Hetman in 14 darts langs zij. Fifth leg, Dita to throw first. Game on. De eerste set in de finale bij de dames tussen Dita Hetman en Trina Gulliver gaat direct al naar een vijfde en beslissende leg toe. 140. Begin van de partij was nog een beetje aarzelend, maar de dames komen er steeds beter in. En Hetman begint haar leg met 140. 32. Gulliver moet het antwoord schuldig blijven. Sixty.
59. Gulliver, die op het afgelopen WK toch wat moest inleveren, kon niet echt meedoen om de prijzen. Sterker nog, voor het eerst in haar carrière verloor ze in de eerste ronde van het WK. Van een Nederlandse, Tamara Schuur, verloor ze 2-0 in sets. Inmiddels heeft ze natuurlijk al 3 jaar op rij de titel niet meer gewonnen. Voor haar is dat heel zeldzaam. Sterker nog, dat is nog nooit eerder gebeurd. Daar waar op de vloertoernooien Hetman de dienst de laatste jaren uitmaakt. Zij leidt de wereldranglijst. Een aantal jaren is het op het WK de laatste jaren vaak Anastasia Dobromyslova geweest. Die daar dan de WK-titel weer wegkaapte. 100. Nou, met deze finale plaats laat Gulliver toch wel weer zien dat er rekening gehouden moet worden met haar. Hetman pakt het initiatief in de eerste beurt van deze leg met die 140. En dat initiatief heeft ze ook niet meer weggegeven. 60 over om de eerste set te pakken. 20 en tops. Kan ze hem daar nog onderdoor krijgen? Dat lijkt lastig. Maar wat is lastig voor de nummer 1 van de wereld? Ze gooit de 60 uit en Hetman pakt de eerste set met 3-2. En dat betekent ook automatisch dat Gulliver haar eigen set nu moet zien te houden. Als het 2-0 in sets wordt, dan is het afgelopen en dan wordt Dieter Hetman de eerste hal open kampioene aller tijden. En Hetman met haar tweede 180 van de partij. Dat kan rekenen op applaus. Ja, Gulliver leek in die eerste set het initiatief te pakken toen ze de break plaatste in de derde leg en 2-1 voorkwam, maar vanaf dat moment oogt Hetman zeker daar. These are your require 121. 121 voor Hetman. Hup, die triple 20 zit er alweer in. Enkele bol voor dubbel 18. Ja, keurig van Dieter Hetman. Die er nog maar even een 12 darter uitgooit alsof het niets is. Second leg, Dieter to throw first. Beginnen met 180, eindigen met 121. Nou, laat toch wel even zien waarom ze de nummer 1 van de wereld is. En heeft het ritme te pakken 100. Nu. Iedere beurt in ieder geval een triple erbij. 100. Dat betekent dat Gulliver achteraan moet nu. 100.
97. Kan Hetman weer die triple erbij vinden? Nou ja, ze heeft hem weer te pakken. Iedere beurt pakt ze een triple. 100. En Gulliver kan het gewoon op dit moment niet bijbenen. Zit niet op dat niveau waarop ze dat iedere beurt doet. Het is zo constant, die Tijdman. Gaat staan. Altijd dezelfde beweging. Het is eigenlijk altijd ook recht vooruit. Kijk eens aan. Bom, bom en boom. 140. Ja. Machtsvertoon van Hetman nu hoor. En Gulliver wil nog niet helemaal opgeven. Hetman 64, triple 16 en dubbel 8 om het in twee darts te doen. Triple 16 zit er alweer in. Dubbel 8 nog net niet, maar naar dubbel 4 toe. 56. Die ook net niet. Ja, als Gulliver nog wat wil, dan zou een finish van 150 natuurlijk wel heel goed uitkomen. Maar de triple 20 zit er niet in. En dus komt Hetman terug voor dubbel 4. 86. Dieter, you require 8. En die gooit ze er direct weer met de eerste dart in. Ja, Hetman. Met 7 melslaarzen richting de overwinning nu. Game on. In de eerste set van de partij begon het allemaal wat aarzelend voor beide dames. Daar profiteerde Gulliver van. Die kwam 2-1 in legs voor in die eerste set. Maar vanaf dat moment heeft Hetman het ritme gevonden. Die 180 in de vierde leg, die zette er op het goede spoor. En vervolgens wint ze nu dus 4 legs op rij. En dan is het al bijna gedaan natuurlijk. Nog 1 leg en dan is Hetman de winnares van het hal open. Maar het rijtje is prachtig hoor van Hetman. 14 darts, 18 darts, 12 darts, 16 darts. Dat is bijzonder knap. En dan 1 beurt waarin ze met 32 begint. Maar vervolgens meteen weer dat ritme terug te pakken. Weer die ton erin te gooien. Gulliver moet vechten voor overleven. Nou, en deze voor Hetman eventueel beslissende leg pakt ze dan net weer even wat minder trippels. Geeft Gulliver de kans om misschien met deze lekker vandoor te gaan. Maar ja, dan heeft ze ook niet het geluk aan haar zijde. Die tweede pijl die schiet van het bord af. Dan kan Hetman met een hele goede score misschien toch nog richting de zege gaan al in deze leg. 1 triple erin. De tweede schiet over de barrel richting de triple 5.
We mogen ook even onze scheidsrechter in beeld zagen, Richard Ashdown. De man die ook alle aankondigingen doet. En Gulliver met een score van 7. Ja. Dit gaat niet meer goed komen met Gulliver. Hedman mag hem gaan wegzetten. Hedman doet dat vakkundig. Ja, tenzij Gulliver nog een wonder vindt ergens. Strandse in de finale. Dat is absoluut geen schande. Maar ze is zo gewend aan het winnen van titels. Hedman gaat nu voor de titel vanaf 82. Enkele bol gegooid, 17 en tops. Voor een 2-0 in sets. Dat nog niet. Maar het lijkt een kwestie van tijd. Want 164 voor Gulliver. Je verwacht het niet op dit moment. Kan ze het? Ja, natuurlijk kan ze het. Maar kan ze het op dit moment? Nee, niet op dit moment. Weer te veel pijlen naast de 20. Nee, 11 erachteraan. Ja, met scores van 6, 7 en 11 in deze leg. Dan gaat het niet lukken. Hedman voor dubbel 10. Nu naar dubbel 5. En dan wiebelt ze dus nog wat om die titel binnen te halen uiteindelijk. En heeft ze hem nog steeds niet. Maar ja, Gulliver is ook niet echt met reuzenstappen richting de finish aan het gaan. Hup, weer een 1 erbij. Ja, ze gooit wel heel veel pijlen buiten de 20. Trina Gulliver. 43. Grootkampioene. DT Uruguay 5. Maar in deze wedstrijd geen partij voor Dita Hedman. Moet het alleen nog wel afmaken. Moet het nog steeds afmaken. En moet het zo dadelijk nog een keertje proberen. 110 dan voor Trina Gulliver. Krijgen we nog een gouden momentje voor de Golden Girl. Moet via tops. En het gaat via tops. Zo zie je maar weer. Ze kan het altijd nog, Trina Gulliver. Ja, Hedman heeft inmiddels 6 matchdarts gemist. En had misschien die 110 ook wel niet meer verwacht op dit moment. Ja, het mag ook voor haar dus een waarschuwing zijn. Dat je niet te lichtzinnig met de kansen moet omgaan. 100. Ja, scorend is Hedman Gulliver veruit de baas. Maar Hedman heeft wel her en der wat dubbels laten liggen deze partij. 15. Het verschil wordt misschien wel het beste in beeld gebracht als je kijkt naar de snelste legs van beide dames. Hedman heeft al een leg in 12 darts. En in 13, 1 in 14 gegooid. De snelste leg van Gulliver is het voorlopig nog in 25 darts. En Hedman nu ook weer goed onderweg. 100, 125. 100. Nog een keer 100 voor Hedman. En zo creëert de Dark Destroyer weer heel veel ruimte richting de finishes. Ze won vorig jaar het Mariflex Open ook, Dieter Hedman. De voorloper van deze Hall Open. En het heeft er alle schijn van dat ze die titel dus gaat behouden. Je ziet de vertwijfeling bijna bij Gulliver. Die het met name scorend nog niet helemaal
op de rit heeft. 61. DG require 91. Nogmaals, voor de titel. 6 matchdarts inmiddels gemist, Dieter Hetman. Maar ze gaat er nog wel een paar krijgen als ze die nodig heeft. Tops. Of dubbel 10. En nu zit hij er wel in. De 91 finish zorgt ervoor dat Dita Hetman de eerste Hall Open kampioen wordt. Zij wint de editie van 2020.